De afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft tot vandaag rond 1 uur vanmiddag precies 10 vuurwerkslachtoffers genoteerd. Het eerste slachtoffer viel op 30 december, terwijl het laatste op 1 januari, gisteren dus, is opgetekend. Dat vertelt Mireia Rodriguez, zij is hoofd van de spoedeisende hulp. Ze hoopt dat het aantal slachtoffers niet hoger wordt. Volgens de geldende regels mag er tot vandaag middernacht vuurwerk worden afgeschoten. Het eerste vuurwerkslachtoffer is gekomen op 30 december, dat is om 11:15. En het laatste vuurwerkslachtoffer was 1 januari om 8:45 in de ochtend. In totaal hebben we dus 10. Hopelijk wordt het niet meer. Ja, sowieso. En in welke leeftijdscategorie liggen deze slachtoffers? Als ik zo naar mijn lijst kijk, is de jongste 5 jaar. En de oudste was een meneer van 68 jaar. Hoewel het Korps Brandweer Suriname in de maand december landelijk intensieve voorlichtingscampagnes heeft gevoerd, zijn er toch vuurwerkslachtoffers gevallen. Rodriguez vindt dat het volk ook een verantwoordelijker gedrag moet gaan tonen. Ik denk dat het een mentaliteitsprobleem is. Surinamers luisteren niet. Voorlichting moet je sowieso hebben, want ook al bereik je 1 Surinamer, heb je toch winst. Dus voorlichting zal er sowieso bij moeten zijn. Maar ik denk dat het een stukje opvoeding is. Ouders die beter naar hun kinderen moeten kijken. En sowieso de jeugd ook. We zien zelf wat er met de jeugd gebeurt. Oudjaarsfeest, zoveel alcohol en drugs in de stad. Dit is eigenlijk gewoon iets dat ze gewoon... Het is een stukje mentaliteitsprobleem. Dat alleen kan ik ervan zeggen. Mireia Rodriguez is hoofd van de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Vandaag over het aantal vuurwerkslachtoffers dat zich vanaf 30 december en 1 januari bij de SEH heeft aangemeld.